liefste baby. En jullie zeggen allemaal dat ze geen baby meer is, maar voor mij zal ze altijd een baby blijven. Hey guys, welkom bij Vlog Summer. Dag 1. Een maand lang elke dag vloggen. Het is vandaag vrijdagochtend. Ik heb me net opgemaakt. Olivia is op de crash. En ik ga naar Hoofddorp voor mijn eerste afspraak. Dus let's go. Ik zit in de auto en ik had me even aangekleed. Ik heb deze blouse. Die is vintage van Lauren. En mijn Levi's spijkerbroek. Ik ga ook elke dag alle linkjes wat ik aan heb hieronder posten. En ik heb mijn zwarte Louis Vuitton tas bij me. En ik had ook heel veel vragen over deze oorbellen gekregen. Ik zal even naar het directe product linken. Het is echt een super mooie kwaliteit. En het is Pidi Paola uit, geloof ik. Maar ik zal precies wat het is hieronder zetten. Dus ja, we gaan nu naar een afspraak met L'Oréal. Ik ben met Esmee. Joe! Ik heb een beetje vrolijk. En ik ga even hier neerzetten. Met L'Oréal we lunch en dan gaan we naar Cartier. En we zijn ook nog eens kantoor aan het verhuizen. Dus na Cartier gaan we naar ons nieuwe kantoor. En jullie weten al wat ons nieuwe kantoor is. Want dat is het oude kantoor van Kay. Want Kay had een grotere ruimte nodig. En ik vond haar kantoor super mooi. En ook de plek is heel chill. En zij gaat nu in haar verdieping daaronder. Dus dan zitten ze samen in één gebouw. Dus het wordt echt super gezellig. Met lunches en alles erop en eraan. Dus daar gaan we even naartoe. En dan moet ik ook nog at some point foto's maken. Ja, want het gaat zo regenen. Het gaat zo regenen. Ja, dan met een paraplu misschien. Een dingetje. Ja. En dat is de planning van vandaag. Ik ben weer thuis. En het was echt een helse ochtend van afspraken, files en alles erop en eraan. Maar ik ben thuis en ik heb wat pakketjes. Onder andere dit van sieraden. I love sieraden. Ik zal even kijken wat erin zit. Dit is van Wild Things. Even kijken hoor. Wacht, ik kan dit niet met één hand. Oké, deze ring zat erin. Die dubbele. Deze ring van de slang. Superleuk. Oké, ik heb even snel een warmere trui aangetrokken, want het is best wel koud. Of zo. Misschien ben ik gewoon heel moe, I don't know. En ik ga dus een olie halen op de crash. Het is... Hoe laat is het? 17:15. Ik wil er altijd om 17:00 ophalen op de crash. Ik heb letterlijk echt 10% van mijn werk af. En ik haat het echt als ik haar als laatste zeg maar ophaal. Want de meeste ouders halen hun kinderen dus 16:30. En dan ben ik de laatste moeder. Dat vind ik zo stom. Zij heeft het op zich nog niet echt door. Want ze speelt gewoon lekker daar. En de leidsters zijn ook super lief. Maar ik vind het zelf gewoon vervelend. Dus ja, ik ga haar even ophalen. En daar heb ik heel veel zin in. Dat is altijd het lichtpuntje van mijn dag. Baby ophalen. Ja. Ze heeft trouwens wel allemaal puntjes op haar lijf. En ik dacht dat ze waterpokken kreeg, want de hele crash heeft waterpokken. Maar de leidster had vanmiddag gebeld dat we even naar de huisarts moeten. Omdat ze denkt dat het iets van een allergietje is of zo. Dus ik hoop dat het in ieder geval niet erger geworden is. Maar we will see. Kijk eens. De liefste baby. En jullie zeggen allemaal dat ze geen baby meer is, maar voor mij zal ze altijd een baby blijven. Ik heb haar uit de zandbak gehaald. En omgekleed, het was zo vies. Sander die komt zo thuis. Die heeft lekker sushi gehaald en heeft de hele dag in de studio gewerkt. Dan gaan we lekker eten. Ik hoop dat hij voor jou komkommer sushi heeft. En we hebben een muis in huis. En ik ben, zoals jullie weten, dood en dood en dood en dood en dood en dood bang voor muizen. Dus ik durf ook echt nauwelijks naar beneden. Want er lagen muiskeutels op de bank. Ik ga echt een kat lenen voor de komende dagen. Dus ja, even wachten op Sander. Oké, Sander komt net thuis en kijkt in de muizenval. En die hadden we echt net 10 minuten geleden neergezet. En daar zit er gewoon één in. Echt een hard attack hiervan. Maar echt. Sander is weer terug uit de studio. Oeh, lang net of ik in elkaar geslagen ben. Heb ik toch ook gedaan. Hoe ging het vandaag? Ja, dat is leuk. Ik heb een remix gemaakt van Midnight Lovers. Ik ben met Chirota en heb je dat de hele dag gewoon... Op de camera springt het er veel meer uit dan in het echte leven. Waarom lach je? Nou, maar je gaat toch lekker naar de camera kijken?
Nou goed, we liggen dus op de bank. We hebben sushi gegeten en het was heel lekker. Olivia heeft de salade helemaal opgegeten. Super, het was een hele zure salade. En die avocado was ook echt super zuur. Door dit sausje, maar ze vond het echt geweldig. En die werd naar bed gebracht. En nu zaten we te twijfelen tussen twee films. 50 Shades of Grey 2 en La La Land. En het is La La Land geworden. Maar jij hebt ze allebei niet gezien ook, toch? Nee. Dus ze gaan La La Land. Dus ik ben benieuwd of jullie die gezien hebben. En ik denk, als jij het goed vindt, dat ik eerst even mijn make-up eraf ga halen en mijn pyjama aan ga doen. Dan kan ik echt lekker chillen. Vind je dat een goed idee? Nee. Want? Ja, we kunnen toch nog die film lekker aanzetten. Ik ben in slaap gevallen op de bank. Dus ik ga nu mijn make-up eraf halen. En ik zal even laten zien waar ik dat mee doe. Oké, ik ga echt het laatste pompje eruit halen. Maar dit gebruik ik dus van Sisley. En deze gezichtsolie. En mijn oogcreme is op. Dus daar gebruik ik niks voor op het moment. Wij liggen lekker in bed. En we gaan slapen. Dus ik zie jullie morgen. Bedankt voor het kijken naar de eerste vlog. Tot morgen.